Het nieuwe shirt van Voetbalclub Herenveen is van Twentse makelij. Albert Hoekstra uit Deurningen heeft een wedstrijd gewonnen waarbij fans een nieuw shirt mochten ontwerpen. Albert deed mee omdat hij het huidige uitshirt niet erg mooi vond. Dat was inderdaad niet het mooiste shirt. Ik werd er geattendeerd door een kameraad van mij en ik vond het zelf ook erg lelijk. Er Staan er van die strepen, zeg maar, van het merk van het shirt. En een pompenbleed achter. Het logo van een sponsor uh, gedaan. Ja, ja, het leek er niet op van ik, maar goed, <laughs> daarom heb ik meer gedaan. En, uh, ja, op een gegeven moment zit je van de 391 inzendingen zit je bij de laatste uh, 12, vervolgens bij de laatste vier. En dan als je dan uiteindelijk met twee shirtjes ja, het allebei wordt, ja, dat is natuurlijk wel uh, ja, super gaaf. Het ontwerp van Albert lijkt niet heel anders dan het huidige traditionele tenue met de pompenbladen. Ik heb inderdaad aan het heb ik uh, niet zo heel veel gedaan. Omdat ik vind dat je aan een traditioneel shirt helemaal met een Friese vlag erop, dat je daar niet zo heel veel aan moet tornen. En uh, ja, er moet niet te veel poespas op zitten, vind ik persoonlijk. Dus het is eigenlijk een heel uh, ja, strak, clean shirtje gewoon, denk ik. En uh, als ik dan spreek over het uitshirt, nou daar heb ik verschillende varianten van toegestuurd. Het uh, was persoonlijk niet mijn mooiste, vond ik zelf. Maar goed, de fractjury heeft dit gekozen en uiteindelijk ook alle stemmers. Dus ja, dat ga, ik dus niet, dat ga ik dus niet tegenspreken. Alberts ontwerpen vallen blijkbaar in de smaak. Zou hij ook niet de shirts van bijvoorbeeld Heracles Almelo of Coet Eagles onder handen willen nemen? Nee, ja, van die clubs heb ik uh, niet zoveel verstand. En al helemaal niet van de shirtjes. Dus uh, ik denk dat ik mooi uh, bij deze actie laat. En, uh, ja. Uh, twee keer winnen, uh, dat lukt je denk ik niet nog een keer. Dus uh, je moet stoppen op je hoogtepunt denk ik.